Want morgen is het Wappiesdag, zeg ik. Ik maak er Wappiesdag van, omdat die andere man waar het eigenlijk om draait niet bestaat. Nee, we hebben geen koning, dus Wappiesdag. Hij mag dan wel jarig zijn, maar er zijn zoveel om meerdere jarig morgen. Ja, dus vier het lekker op je eigen manier. Terug op de bank, hè. En dan krijg ik deze. Rijka, ga terug, ga terug. Ik weet niet of jullie dat krijgen, want ik zie dat zelf dan niet. Is die voor jou? Is die voor jou? Ja, hè. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Weesterbol. Het is vandaag alweer reeds vrijdag de 26e van de 4e 2024 en we leven alweer, ja, heel laat alweer. Kwart voor 4, 15:45. Ik ben niet vooruit te branden, ik ben niet in orde. Ik ben wel opgemaakt, maar ik heb hoofdpijn, ik heb rugpijn, ik ben misselijk. Ik weet nou niet meer wat nou erger is. Clusterhoofdpijn, gewone hoofdpijn, migraine. Ik heb ook migraine, dat weten jullie. Ik weet nou echt niet meer wat er erger is. Maar ik vind het niet leuk meer wat er gedaan werd. Harde muziek tot en met. Dat zelfs Elwin, die kon er niet tegen. Die begon al te blaffen en te janken. Ja, echt janken. Wow. Ja, nou niet normaal meer. Ik heb ook wel eens muziek op, maar dan gaat ze niet janken, weet je. Doe normaal. Jongen, nog een toe. Dat daardoor is mijn hoofdpijn weer erger geworden, terwijl het aan het afnemen was. Weet je? Hoe dan? En ik zit over mijn nicht in. Ik heb haar geappt. Ik heb ze gevraagd, want ze lag van de week in het ziekenhuis. En ik heb haar geprobeerd te bellen, maar ze lag denk ik te slapen, maar ze zal niet terugbellen of wat dan ook. Ik bel er zo weer even. Dus ja, maar ik ga ook met de meisjes uit en ik moet eigenlijk naar de DA-drogist om medicatie te halen. Even pilletjes, ja. Ik word er niet vrolijk van. Zootje takken, Erik. Het komt echt hiernaast vandaan, hè? Ik weet het niet. Eindelijk wat zachter, dan weer harder. Dan kun je het misschien ook draaien. Nee, ze bekijk het maar. Ik ben er zo zat met die wind. Echt. Moet ik mijn bek houden? Maar het is toch iets wat ik meemaak. En ik deel mijn leven met jullie. Het is een soort met dagboek wat ik met jullie deel. En mag ik het daar niet over hebben dan? Ik vind van wel. Hij heeft altijd wat te zeuren en ik mag niks en hij mag alles. Nou, zo leven we niet met elkaar hoor. Dus ik doe het ook gewoon. Ik ga gewoon door met mijn leven en wat hij ervoor zegt moet hij weten. Ik doe niks kwaad. Dus ja. Maar in ieder geval, ik moet ook Karin vandaag zien te bereiken. Want ik moest haar ook helpen. Maar als... ik heb niks meer gehoord. Dus ja, maar het komt ook wel goed. Ik hoop eerst dat die hoofdpijn bij mij overgaat. Dan voel ik me ook weer een stuk beter. Maar in ieder geval, ik wens jullie een hele fijne dag. Want het is prachtig, mooi weer. Het zonnetje schijnt, maar het is ook bewolkt. En het is scherp. Ja joh, je bent 80. Het is 48. En hij slaat nou kort voor. Dus ja, dat dus lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje mee. Tot later. Zo, we zijn weer thuis van het lopen. Een lange weg geweest dan normaal, want ik heb hier staan te praten, daar staan te praten. En dat was even gezellig onderweg. Dus ja, dat dus.
moest toch naar de wc, dus daar ben ik ook geweest. Ik ga mijn jas weer aandoen en wel een sjaal vanwege dit. Maar ik doe geen vest aan, want ik zweet me het apenzuur. Ja. Ik moet naar de DA. Ja, en er was nog wat. En dan ben ik dat weer even kwijt. Ja, nou kom ik onderweg er zelf wel tegen. Ja. Ik weet denk ik nou niet wat ik eten moet vanavond. Ook dat nog. Ik zou mijn kroni klaarmaken, maar dat gaat niet door. Dat heb ik in de vriezer gegooid. Want morgen is het wappiesdag, zeg ik. Ik maak er wappiesdag van, omdat die andere man waar het eigenlijk om draait niet bestaat. Nee, we hebben geen koning, dus wappiesdag. Hij mag dan wel jarig zijn, maar er zijn zoveel al meerdere jarig morgen. Ja, dus vier het lekker op je eigen manier. En je hoeft niet aan hen te denken, je hoeft ook geen vlag op te hangen, want er bestaat geen koning. We hebben geen koning en we hebben ook geen Nederland. Nee, het is, ja, het is allemaal bizar, maar wen er maar even aan dat we geen koning hebben. Nee. Hè? Ja. Nee, je bent een natbekkie. En naar Becky, je hebt water gedronken en ik moet weg. Ja, ik weet wel wat je wilt. Je wilt even zo voor de camera, hè? Zo. Zeg maar dag allemaal. Zeg maar dag. Hé, jo. Nou, ga maar op de bank. Ga maar op de bank. Ja, want je bent nu nat. Naar Becky, ja. Je hebt water gedronken, ja. Maar in ieder geval, ik ga dus nog even de hort op. Ik neem mijn mobiel sowieso mee. Die ligt hier. Ja, Marcel die vraagt hoe het met me gaat. Nou ja, toppie. Tenminste, toppie. Ik heb nog hier aan deze kant hoofdpijn. Ja. Heel erg. Dus komt wel goed. Moet ik even mijn duimpjes zoeken. Waar is mijn avatar met mijn duimpjes omhoog? Die kan ik niet eens niet vinden. Nou, oh, het is wat. Nou, zeg. Nou, geen oké. Of ik ben te snel, maar het lijkt me terug. Zo snel ga ik er niet doorheen. Nee, ik geef wel een kusje. Zo, ook goed. Maar in ieder geval, ja, ik ga er dus vandoor, zoals ik al zei. En ik wens jullie nogmaals een mooie dag, want dat is het. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, de snackcounter is klaar. Tenminste, bijna klaar. Want afhalen, weet ik veel hoe dat heet, met het luikje is nog niet klaar. Maar het pand, kijk dan, 1816. Toen is het eigenlijk vroeger neergezet. En nu is het eigenlijk vernield. Ja. Ja, mijn borst staat ervoor en een mooie fiets voor invalide. Een invalide stoeltje erbij. En dus ja, perfect toch? Het is nog niet helemaal, maar de gevel die staat er. Ja. En daar zijn we weer blij mee. Ik heb even een bloemetje afgegeven. Ja. Dus ja, van binnen is het nog gewoon zoals het altijd al was. En ja, helemaal top. Ik ga gewoon weer zitten. Want ze zouden komen. Dus ja, helemaal top. Helemaal top. Ja. En waar het bord komt te hangen van snackcounter weet ik dus nog niet. Maar dat merken we wel. Dat zal ook wel vernieuwd worden. Ja. Dus, maar ik zal weer uitzoomen trouwens. Ja, hij is mooi. Echt heel mooi. En ik ben daar weer blij mee, want het tafeltje staat er weer. Normaal zat ik aan dat tafeltje. Mijn terras is ook nog niet helemaal klaar. Ik denk dat hun schotten er ook nog wel weer komen, nieuwe, denk ik. En dat ze dan toch weer anders neerzetten. Denk ik, vermoed ik, er staan nou ook maar 1, 2, 3 tafeltjes. Ja, voorheen stonden er meer, maar nou 3. Dus ja, komt wel goed, mag ik hopen. We merken het vanzelf wel. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en tot later. Ja, en we waren weer thuis.
En wat ik nou moest in de stad, dat was dus medicatie, nou dat heb ik gehaald. Ja, 4 maal, 2 van boven, 2 van beneden. Maar ik was tot het dan alweer vergeten, hoe dom kan ik wezen, ja. Tut tut, geen haarspray, maar haarversteviging. En, jaren niet gehad. Ja, bloemen wel, want dat is een anjertjes, daar zijn tulpjes. Ik heb wel rozen, maar freesia's. Ik heb een bosje freesia's. Jaren niet meer gehad, want je kon ze gewoon nergens meer vinden. De bloedmis had ze nooit. Kon ze nooit ergens vinden. En nou, bij de bloemist, naast de Hema. Ja, ben ik helemaal blij mee. En ja, jullie weten het, we zijn even bij de snackcounter geweest. Ja, kom maar, kereltje. Kereltje van me. Ja, maar naar buiten. Ja, dat mag. Doe maar, zet hem op het haakje. Ja, zet hem op het haakje. Zo, kijk op het haakje. En ik heb ook bij de scheur een ander haakje erop gezet. Ik dacht dat ik geen je kopen moest. Maar deze dame, die kreeg een heldere ingeving. Toen ik zei, mijn mannetje had er nog ergens eentje. Heeft hij in de schuur naast de deur, tegen het wandje aan, heeft hij een metalen kastje met allemaal van die blaadjes. Schroefjes, boutjes, moeitjes, dingetjes en datjes. Daar lagen er 2 in en ik heb de langste ervan genomen. Die was even lang dan die vorige. Die hek, nou ja, ik denk, ik ga niet boren of wat dan ook. Ik doe het op de Franse manier. Met de hamer. Boom, boom. Hij zit er muurvast in. Ja, ik ben er helemaal blij mee. Ja, we gaan die bloemetjes dus in het water zetten. Freesia's. God, dat nog bestaat, hè. Ja. Mag toch niet meer van de overheid. Je mag geen bloemen meer in huis hebben. Je mag niks meer. Ja, maar hoe loopt? Daarom zijn ze denk ik ook zo duur, maar ja. Deze waren goedkoper dan een hoop andere. Want ik heb de Chinees heb ik ook even een bosje bloemen gegeven. En dat waren roze rozen. Nou, ze keken er helemaal van op. Voor ons? Ja, voor jullie. Het is nou zo mooi. Ja, toch? Helemaal geweldig. Maar ik moet even een vaasje zien te vinden. Ja. Ken je dat? Ja, ik zie denk ik wel wat, maar of het daarin past, je mag het weten. Moet ik even een trapje pakken? Nee, ik kom niet naar buiten. Nou, dat kan nog niet buiten. Kom jij er niet uit? En jullie bakken is leeg. Goed zo, ik kan niet om binnen een nieuw eten krijgen. Ja. En hier, nee, is nog niet leeg. Leg nog een paar brokjes in. Voilà. Moet ik mijn stok hebben, anders kan ik nog niks beginnen. Ja, ook dat nog. Ja. Hij heeft een dikke boef. Ja, je bent een dikke, dikke, dikke boef. Joh. Ja, even mijn stok erbij, want anders kan ik er niet bij. Laat jullie wel even zo staan. Om eerst even zien een kaarsje te vinden. Dan moet ik even daar op leunen. Dat is 2. Ik had hier een smal vaartje. Hetzelfde dan die daar staat, denk ik, die is groter. Maar ik weet niet of dat. Nee, dat gaat het er niet worden. Nee, dat is een heel smal vaartje. Heel smal. Kan dat hierin? Nou, we kijken wel even. Als het daar te lang voor in is. Doe het gewoon met papier en hand eerst in. Kijk of het past. Ja, toch. Even koppen loeren. Hup, met papier en hand. Ja, dat kan wel. Gewoon in deze vaas. Ja, nou dan gaan we er weer bij zitten. Stok ophangen. Waar is mijn touwtje?
Hier ook. Dan moet hij wel naar de goede kant willen. Daar naartoe. Daar naartoe. Poeder. Kom op. Dat was tegenwoordig vloeibaar was, maar dit is poeder. Zo. Voilà. Gaat dat gelijk weg. Joppa. Maak wel zeepjes op. Even doe je met een juppeltje. Kijk deze voor. Het lijkt gewoon zeepsoepje. Daar zit ook klokbom. Nou, dat zal ik even openknippen. Met mijn jeuk ook. Ja, kan gebeuren. Er zijn maar een paar bloemen hier, maar... Ja, schat, ik hoor je. Even kan bal binnen laten. Die wil er weer in. Nee, weg daar, dames. Weg. Nee, doe geen handjes erbij. Jullie jagen kan bal niet weg. Kom maar, schat. Kom maar daar. Hallo. Grote jongen. Ja, grote jongen, hè. Ja, grote jongen. Nee, jij krijgt straks ook snoepjes, hoor. Ja, tuurlijk. De meisjes krijgen straks wat lekkers, maar jij ook. Kijk dan. Gaaf. Ja, kind. Waarom wil dat er niet af? Omdat het er niet af wil. Ja, kind. Nou, dat wil even niet. Nou, een takje groen. Kun je mee waaieren? Ja, hoppata. En... Hola. Twee freesiers. Lala. Vaas is eigenlijk te hoog, maar de hals is goed. Daar gaat het mij om. Anders vallen ze zo ver uit elkaar. Ja, kind. Ja, ik vind freesiers zo mooi. Hè. En het ruikt zo lekker ook, als ze uitkomen. Maar het zijn gekleurde. Zien jullie dat? Vroeger hadden we gele en dacht ik witte, maar voor de rest... Ik kan me niet herinneren dat er een andere kleur is geweest. Mijn excuus. Nou ja, kriebel in mijn keel. Kennen jullie dat? Nou ja, het gaat wel weer over dat ik een oud kereltje ben en anders, maar niet. Ja, die knakt. Heb ik dat? Dan mijn kleintje. Dan moet er even wat water bij, ja. Dat kan weg, dat kan weg, dat kan weg. Hup, dat kan weg. Hele stiekje kan weg, potje kan weg. Papier kan weg. Ja, ja toch? Ja. Oh, nou, water erbij. Oh, dat is te weinig. Dat valt voor het ene bloemetje.
En dat doen we met de litermaat. Zo. Voilà. En waarom nou schuim op moet zitten, ik weet het niet. Maar ja. Kijk. Zeg het met bloemen. Mijn huisje staat vol met bloemen. Ja, echt waar. Dan gaat het naast dat kunstspul staan. Leuk toch? Ik zeg van ja. Ja, zeg ik. Ja toch? Ja. Ik heb een haak aan mijn nagel. Oh nee, er zat er tussen. Wat weet ik niet, en dat deed ik zeer. Maar ja, in ieder geval, het staat daar. En daar zitten mijn meisjes te trouw te wachten, want ze weten dat ze wat lekkers kregen. Ja. Dat weten ze. Ja, dat weten mijn meisjes. Twee hier, zei ik. Dan gaat die even daar. Oh, ja, valt op de groen. Oh, heb ik dat? Ja, dat heb ik. En ik heb hier een hele leuke zak. Met zalm. Ik haal het open. Oh, dat gaat niet in één keer, maar nou, moet het twee keer. Ja. En dat wil dan niet open natuurlijk, omdat het zit nog dicht dat stukje. Ik knip dat er even af. Mag dat? Even de schaar. Ja, nou, jij krijgt snoepjes. Ja, jij krijgt snoepjes. Ja. Jij krijgt snoepjes, kind. Ja. En dat stroomt lekker aan mijn handen, ook dat nog. Zo, ja, dat moet een snoepjes kandel hebben, mag dat ook? Ja, 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 ja. Kijk, en dit krijgt kandel. Die ga ik eerst geven, die zit buiten beeld, die zit op de grond te lopen, te hangen te doen. Niet zo. Een handje vol, alsjeblieft. Zo, maar gaat dat weer dicht. En dan gaan we daar weer naartoe. En dan jullie. Eerst even kijken. Nee, ga terug. Terug op de bank. Terug op de bank. Ja. Terug op de bank, hè. En dan krijg ik deze. Rijka, ga terug, ga terug. Ik weet niet of jullie dat vragen, want ik zie dat zelf dan niet. Is die voor jou? Is die voor jou? Ja, hè. Laat ik mee naar de bank. En dan Rijka aan de bank. Heerlijk toch, die meisjes te smullen. Oh, heerlijk. En ze zijn zo lief, hè. Ja, echt heel erg lief. Dus ja, ik ga die zak eventjes ook weer in de bus doen. En ik heb troep, dus dat gaat ook even weg. En er ligt ook nog wat op de grond, wat weg kan, nog van de bloemen. Een stukje groen gaat ook gelijk weg. Ja, dan is het allemaal maar weer weg, weg, weg. De booster die staat aan de oplader, dus die kunnen we morgen lekker weer volop gebruiken met Wappiesdag. Dus ja, helemaal geweldig. Lekker kerel, je bent er op. De meisjes gaan nog lekker te kanen. En die zit te kanen. Maar oké, lieve vrienden. Het is bijna 7 uur. Ik ga het televisie aan doen. En ik ga een broodje eten. Want het is bijna te laat om nou nog wat klaar te maken. En ik heb ook helemaal... Ik heb net een frikadelletje speciaal op. Moet kunnen. Ja. Kreeg ik gratis. Dus lekker, lekker, lekker. Ik ga nou een bakje koffie maken. En een broodje. En...
Dat zien we wel weer. Ik moet vanavond nog een vlog in elkaar zetten. Dus dat komt allemaal goed. We houden gewoon volgende moed. En tot later. Doei doei. Fijne avond trouwens. Doei. Zo lieve vrienden. Ja, daar zijn we dan weer. Ja, het is eigenlijk alweer zaterdag. Voor jullie Koningsdag. Voor ons Wappiesdag. Ja. Niet alleen voor mij. Er zijn er veel meer die het al zo noemen. Dus ja, ik vind het wel grappig. Maar in ieder geval, wij gaan een beetje toe. Want het is alweer bijna 2 uur. 1 uur 57, ja. Ik zat met een meneer te praten die op Facebook. Die is invalide, maar... negatieve verhalen tot en met vreselijk. Ik denk, ja, wat moet ik dan wel niet? Niet omdat hij invalide is, maar om hetgeen wat hij allemaal mee heeft gemaakt. Maar hallo? Je bent niet de enige die zoveel leed mee hebt gemaakt. Er zijn er meerdere, duizenden meerdere dan jij alleen. Ah, heb mensen, dode mensen meegemaakt die dood waren, maar alle dagen, maanden dood ergens lagen. Dus dat is, niet meer te herkennen waren, laat maar zeggen. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ik heb ook van alles en nog wat meegemaakt. Ik heb ook mensen dood zien gaan en dat ze al dood waren. En als kind zijnde iemand uit een kist zien stappen, die was schijndood. Denk je dat dat ook allemaal lekker is? Nou, nee. En ik zei ook al, ik zeg, heb je ook nog positieve verhalen? Ja, die had hij dan wel, maar hij leeft met een... masker op. Ja, dat doe ik ook soms. Want dan moet ik weg en dan voel ik me niet lekker. En dan wil ik het liefst op mijn bed blijven, maar ik moet weg. Ja, dan zet ik ook een masker op. Maar dat is dan maar een tijdelijke masker. Maar voor de rest, dit ben ik, weet je. Ja, lekker belangrijk allemaal. Ik ga me niet anders voordoen dan dat ik ben. Nee. Maar ja, dat neemt niet weg. Het was wel een zwaar gesprek. En Felix is toch wel een lieve man. Maar kom ook eens met positieve verhalen aan, denk ik dan. Heb ik hem ook gezegd, heb je niks positiefs te vertellen? Jeetje Maria. Maar in ieder geval. Ik wens jullie allemaal een welterusten. Ik niet alleen. Maar ook de meisjes die lekker op de bank liggen. He, televisie is ook al uit, ja. En kan alweer naar boven. De deur is al op slot. Dus ja, dat dus. Ik ben ook maar vanavond, ik weet niet wat, geschrokken. Zoals de meisjes. Ik zat hier te trillen op mijn stoel. Zoveel kabaal. Kwam ook hiernaast vandaan. Het leek net alsof die van de trap, of weet ik wel waarvan afviel. Maar dat er in ieder geval iemand of iets viel. Ik denk, halleluja. Ik heb stijf zitten te wachten van, gebeurt er nog meer? Maar nee, bleef stil. Ik denk, nou, dat zal het ook wel goed wezen. Ik denk, nou ja. Ik schrok echt mijn eigen lazers. Ik denk, kanonnen. Maar ja, in ieder geval, dat is ook weer voorbij. En de meisjes die liggen daar lekker en we gaan zo meteen lekker naar bed. Dus we wensen jullie allemaal welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En ik hoop dat de buurman ook lekker mag slapen, want ja, ik weet het even niet wat er allemaal gebeurd is vandaag, nee. Maar in ieder geval, ik wens jullie nogmaals een goede nacht toe. En morgen een hele fijne, liefdevolle feestdag, Wappiesdag. Ik houd op Wappiesdag, ja. Want we hebben geen koning, zo simpel. Wappiesdag voor degenen die wakker zijn. En degenen die niet wakker zijn, nou, die worden maar snel wakker, want er is heel wat aan de hand. Dus ja, wakker worden allemaal. Vooruit met de geit. En geniet van de dag. Ga lekker de markt op. Ga lekker shoppen als je er geld voor hebt. En zo niet, ja. Kijken is ook leuk. Ja. Gewoon doen. Geniet ervan. En voor nu zeg ik, welterusten en een goede nacht. En jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht, daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!